Oh, je hebt wel een passende brochure bij. Waar dat ons gedicht in staat. Groot onderhoud. De verjongingskuur is ingezet. Het oudbollige laten we los. We trekken de jongeren uit de donkere hoekjes en maken van hen werktuigen om erfgoed mee te trekken. Van broodjes voor school tot memes en emojis van bloemenkransen. Verliezen we of winnen we aan cultuur met die frivole TikTok-dansjes? Dit zijn de prominente vragen die we moeten durven stellen. Want wat is anders het bewijs dat we hier waren? Waar is het bewijs dat we alles hebben waargemaakt? Om ons erfgoed naar een nieuw niveau, een hoger echelon te heffen. Onze connectie maakt ze representatief voor deze pluralistische samenleving. Inclusief is de rode draad die we moeten handhaven deze tijden. Want de collectie is iets dat je achterlaat voor de komende generaties. Gelukkig kan je grote dingen starten met kleine stappen. Al staan we met één voet in de binnenspeeltuin, terwijl we de deur open houden voor de Final Frontier. Van Captain Kirk tot Dr. Spock. En van secretaris-generaal Timmermans tot minister-president Jan Bon. Beam me up, Scotty. Het moederschip heeft ons nodig. Maar geen nood, Olga. Vandaag willen wij nergens anders zijn. Daarom nodigen wij iedereen uit. Kom alle mee aan boord, aan het erfgoedschip van de toekomst. To boldly go where no one has gone before. We verlaten het oudbollige. We verlaten het stoffige. Met de geschiedenis als grondstof maken we nieuwe verbindingen, kennissen, vrienden en familie. Was de toekomst maar zo eenvoudig als een Star Trek-aflevering? Was ons leven maar zo spannend zoals een Star Trek-aflevering? Was ons werk maar zo snel als het denkpatroon van... ChatGPT, onze nieuwe digitale vriend, gaf ons in een seconde een uitdaging of 10. Expertise, inclusie, erfgoedcompetenties, politiek en technologie. Het is een kwestie van een gezonde dosis optimisme en de juiste visie. Want zoveel er in de jaren 80 werd gedopt, zoveel toekomst zit er in die van het erfgoed. Cultuur, participatie, museumpassen. Het opent de culturele wereld voor één ieder. Verbindend, soms zelf verblindend. Zoals de grote culturele erfgoedronde. We werken samen met nauwere beleidsnormen. Wat zijn de beleidsvoorstellen? Hoe gaan we aan de slag? We lichten graag een tipje van de sluier. We werpen een blik op de vier werven. Democratisch fundament, dynamische stabiliteit, maatschappelijke transformatie, samen voor cultuur. Onder deze pijlers bouwen we weer een nieuwe kathedraal, een nieuw narratief, een verhaal voor een breder publiek. Want in de turbulente momenten is de cultuursector toch voorbeeldig gegroeid. En de middelen scheppen natuurlijk verwachtingen, maar die worden met brio waargemaakt. Van het ensorjaar tot zeldzaam en onmiskenbaar. Onze topstukken blijven evolueren. Van de bezette stad tot Beethoven sonates. Gelukkig is het vieren nog niet voorbij. We verwerven steeds meer bijzondere manuscripten en beroemen meer hoogtepunten van onze geschiedenis. We verleggen de stenen in de bedding van het erfgoedbeleid. Faam, opening van het KMSK en het immaterieel erfgoed Vlaanderen. Laten we Europa bedienen. Trekken aan het touw van digitale transformatie. Laten we de incubator zijn van data en vele andere bijdragen. Eenheid in verscheidenheid. Dat is onze Vlaamse saus.